www.deboodschap.today. Schoon drinkwater voor Pelelutepu. Inwoners van Pelelutepu hebben sinds het bestaan van hun dorp voor het eerst schoon drinkwater uit de kraan. Dit gebied heeft nooit eerder zuiver water gehad. Er is nu overal in het dorp schoon en gezond drinkwater, zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid. In het dorp is er onlangs een waterinstallatie in gebruik genomen. Het water wordt uit de rivier gepompt, gezuiverd en gedistribueerd naar de huishoudens. De zuiveringsinstallatie maakt water schoon en bacterievrij. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.